Hij was ogenschijnlijk was hij super gezond, eigenlijk in een optimale staat. Ik snap er niks van. En ik was een andere boom voor mijn huis in de gaten aan het houden. En op een gegeven moment staat een buurtbewoner staat voor mijn huis en zegt, het is voorbij. En toen zei ik, jongens achteruit, er komt hij aan. Hij had geen meter langer moeten zijn, denk ik. Dan was hij wel door het raam naar binnen gekomen. De hele wijk had iets met de boom. Dus het is super zonde. Echt heel jammer. En vandaag was iedereen ook weer gewoon in de weer om mee te helpen met takken sjouwen. We hebben hem zelf weggezaagd. De ene zegt, je zult meer licht in huis hebben. Goh, zul je nou veel licht hebben? Maar ik had liever minder licht eigenlijk en de uitzicht van een boom. Ja, ja, helaas. We bedenken iets nieuws, zoals ons buurtje. We bedenken iets anders. En zelfs de boom wat er nou nog van over is, daar zullen we ook iets mee verzinnen. Dat die nog even in stand blijft. We hebben nou ook het idee gewoon om gewoon die boom weer lekker hier te houden. Alle takken te versnipperen en misschien in het plantsoen te gooien waar het langzaam kan verteren voor. Dat we 18 september gewoon een nieuwe linde gaan planten. Weer met frisse moed en voor de komende 200 jaar, want de groeiplaats die is er al.